Hallo jongens en meisjes, vandaag is het tijd voor de volgende rekenles. En eigenlijk zouden we beginnen met blok 8 vandaag. Maar het lijkt mij een goed idee om na die meivakantie toch die tussenstapsommen nog een keertje te herhalen. Dat betekent dat we vandaag aan de slag gaan met de plussommen, de tussenstap, en morgen zijn de minsommen aan de beurt. Ik ga jullie een instructiefilmpje laten zien hierna. Die ik al eerder heb gemaakt, dus die kon je al vinden op instructiegemist.nl. En dat is even kort de uitleg van de plussommen. Heb je die al bekeken, dan vind je daarna de uitleg van de opdrachten die je moet maken vandaag. Die staan namelijk niet in je werkboekje, dus je moet even of de sommetjes op een apart blaadje schrijven, of je gaat het uitprinten en met het werkblad aan de slag. Veel plezier vandaag en zet hem op met de tussenstapsommen plus. Succes! Volgt de uitleg van de plussommen over het tiental met de tussenstap. We beginnen met plus. De eerste stap is, we gaan zoeken naar het vriendje van de 10. Wat moet ik bij het eerste getal optellen om 10 te krijgen? De tweede stap, daar gaan we splitsen. En bij de derde stap gaan we de som uitrekenen. De eerste som, 8 erbij 4. Stap 1, ik ga zoeken. Wat moet ik bij de 8 optellen om 10 te krijgen? Wat is het vriendje van de 10? Het vriendje van de 8 is 2. 8 en 2 maakt samen 10. Ik ga stap 2 doen. De som ga ik splitsen. Het tweede getal. Ik moet 4 splitsen. Dat doe ik met de 2 die ik net al heb opgeschreven. En aan de andere kant komt dan ook 2 te staan. Want als ik 4 splits, heb ik 2 en 2. Dan ga ik nu de som uitrekenen. En de eerste stap doe ik in mijn hoofd. 8 erbij de eerste 2 is 10. En dan moet ik nog 2 bijtellen. 10 erbij 2 is 12. De tweede voorbeeldsom. 7 erbij 6. De eerste stap. Ik ga kijken wat is het vriendje van de 7. Waarmee maak ik samen met 7 10. Het vriendje van de 7 is 3. Want 7 en 3 is samen 10. Dan ga ik de 6 splitsen. Als ik de 6 moet splitsen, splits ik hem met het getal 3. Wat ik net al heb opgeschreven. En dan komt er aan de andere kant ook 3 te staan, want 3 en 3 is samen 6. Dan de derde stap. Ik ga de som uitrekenen. 7 erbij 3 is 10. 10 schrijf ik op. En dan moet ik er nog 3 bij optellen. De som wordt dan 10 erbij 3 is 13. Op het rekenblad dat je vandaag in je mail hebt gekregen, zie je een heleboel tussenstapsommen staan met daarbij ruimte om de splitsing op te schrijven. Dit is het eerste gedeelte van het rekenblad. Er staan steeds een aantal sommen voorgedaan. Verder zijn het allemaal plussommen. Onderaan het rekenblad dat je hebt gekregen kun je deze sommen vinden. Ook hier kun je mee aan de slag. Je kunt er dus voor kiezen om het blad even uit te printen en de sommen te maken. Als je dat niet doet, dan kun je de sommetjes opschrijven in je schriftje of in een schriftje bijvoorbeeld of op een los blaadje. Als je op de iPad aan de slag wil met je rekenwerkje, omdat je bijvoorbeeld geen printer hebt en de sommen niet allemaal wil opschrijven, dan kun je het werkblad vinden in je mail. Dus hier onderaan de pagina moet je drukken op het envelopje. Dan opent je mail en heb je, als het goed is, bovenaan staan het rooster van woensdag 6 en 7 mei. In deze mail open je het document met werkbladen. En als het goed is, zie je dan op een hele pagina het werkblad. Dit is het hele werkblad. Als je een schermafbeelding wilt maken, dan gebruik je allebei de knoppen van je iPad. Dus dat is de thuisknop op de voorkant van je iPad en de knop bovenop de iPad, waarmee je ook het schermpje aan- en uitzet.
Als je deze tegelijkertijd indrukt, maak je een schermafbeelding. Ga ik nu naar EduCreations. Daar hebben jullie al eerder gebruik van gemaakt. Dan kan je hier door op het plusje te drukken naar de fotostudio en het werkblad openen waar je net een schermafbeelding van hebt gemaakt. Je kunt hem ook nog even vergroten. Wat je nu kunt doen is met je vingers de sommen invullen. Misschien heb je wel een pennetje of iets anders waarmee je kunt schrijven. Dus dat mag ook. Heb je de sommen allemaal gemaakt, kun je weer een schermafbeelding maken en hem op die manier via Teams inleveren.